stofzuigen en Tinkerbell even behandelen. Die ga ik even een badje geven met Camilla. Want die heeft weer wat brokjes gesmokkeld van de week. En ik merk dat ze jeuk krijgt. Dus dan ga ik ze even lekker een badje geven met Camilla. En dan ga ik ze weer een paar dagen met Camilla zelf behandelen. En dan ga ik me wassen en aankleden. Want vanmiddag gaan we naar Linda toe. En vandaag gaan we iets met jackfruit maken. Dat is dit. Dat is een fruit en dat is, zit in blik. En dat, dat ga je aanmaken met champignons, uitjes, kruiden en dat soort dingen. En dan heb je echt een soort van vleesachtig iets. Heel lekker. Ik eet het meestal in een pita broodje. Een beetje met shawarma kruiden en zo. Dus dan heb je een beetje een shawarma broodje. Dus dat gaan we ook vanavond dan eten. Dus dat gaan we met elkaar bereiden vanmiddag. Dus ik ga opschieten. Ik zet dat fruit eruit. Dan ga ik het even fijn maken, zo. En dan ga ik het alvast marineren. En dan heb je dit. Klein gesneden. Ik ga het nu marineren. Wat ik al zei, ik ga het, met shawarma kruiden doen. Hoe ziet het eruit? Lekker gemarineerd. En zet ik het in de ijskast met een deksel erop. Dan kan ik al een paar uurtjes intrekken. Onderweg naar Linda. Linda heeft ook de jackfruit geplukt. Ja, geplukt en gekruid. Dus dat kan lekker intrekken. Ja. En dan gaan we nu eventjes naar buiten om vlierbloesem te plukken. Dan gaan we lekker vlierbloesemkoekjes pakken. Tekst of zo, weet je wel. Oh ja, dat is Linda die zit hier dakpannen denk ik. Ja, zijn dakpannen, oude. En wat tekstjes op schrijven. Ja, ik maak het schoon. Leuk. Vind ik leuk om daar een mooie tekst op te schrijven. Ja, leuk. Of zo een oud vetplantje erop. Ja. Is wel leuk. Nou, de vlierbloesem zijn al op. Ja. De besjes die komen alweer tevoorschijn. Dus het wordt gemberkoekjes. Ja, gember. Maar het is sowieso prachtig om even lekker te wandelen hier. Dus is niet voor niks. Nee, zeker niet. Mooie dingen. Hè? Nou, we dachten van... Nou, dat wordt hem niet. Maar het hier staat toch nog een boom met wat bloesem. Dus we gaan proberen te plukken. Ja, hier komen we wel bij. Zo, dat is leuk. Ja. Op het laatste moment. Ja. Het is niet veel, maar genoeg voor één. Koekjes, ja. Van de ganzenfamilie. Aardig gelukt. Gelukkig. Ja, we vonden nog net een struik, hè? Ja. En ik doe 2,70. Ja. En dan doe ik er zelf nog een hand havermout vlok erbij. Ja. Want dat is dan lekker voor de crunch. Okay. Dat heb ik zelf erbij bedacht.
Dus we wijken van het receptje af. We doen 2,70 en dan ongeveer 5, dus een handvol havermout. Oké. Zo. De prachtig gaat en ze ruiken lekker. Je kunt zoveel lekker zelf maken. Dat is ook zo. En het kost zoveel minder. Zonder rotzooi, zonder E-nummers. Ja. Nou, en dan is dit de helft van, mijn deeg. Ja. Dus je hebt echt voor, nou, voor een hele week, misschien wel 2 weken, heb je elke dag een koek. Ja. Je kan er ook een sandwichkoek van maken. Dus door ze op elkaar te zetten. Als je macarons of zo, macarons. Ja, ja. Dan doe je er wat lekkers tussen. Doe je er wat lekkers tussen. Dan heb je echt een hele grote, ja, weet ik het. Ontbijtkoek. Ja, iets lekkers in ieder geval. Ja. Lekker hoor. Dus. Zo, weer lekker naar huis. Lekker koekjes gebakken. Van Linda af. Ik heb een lekkere zak met koekjes. Dat is wel veel, een hele zak vol. Ik neem ook morgen wat mee naar Marie toe. En ik ben heel eventjes gestopt langs de winkel om pita broodjes te halen. Ik dacht dat ik ze nog had, maar die had ik niet meer. En mijn jackfruit. Ja, die zit lekker in de marinade. Dus die ga ik zo lekker bakken. Dus ik ga het eerst even de honden eten geven. En dan over een half uurtje ga ik aan mijn eten beginnen. Ik ben de jackfruit aan het bakken. Dus goed een beetje krokant bakken. En als dat dan gebakken is, doe ik dat in een apart bakje even. Dan ga ik de champignons en de paprika bakken. En dan alles bij elkaar. Er dan uit. Dan heb ik een pita broodje. Ik doe de sla in, ik doe de spinazie in. De jackfruit met champignons en paprika. Voor aard heb ik knoflooksaus. En ik doe er een mayonaise bij. En dan kunnen we gaan eten worden. Een broodje jackfruit à la shawarma broodje. Oké. Niet smakelijk. We zijn net klaar met eten. Ik ga het zo heel even afwassen. Aad is naar buiten gevlucht, want het is hier best warm binnen. Dus ik ga zo ook lekker naar buiten. Ik sluit deze vlog ook af. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.